Wat zag jij? Een reiger. Dat is toch een reiger? Dat is een grijze man in een... Dat is een... Dus ja. We zitten in de auto saampjes en we zijn nu lekker bijna bij de Ahoy. We rijden naast de Ahoy, zo erg is het al. We zijn onderweg. Saampjes. Samen. Zeker. Bij twee. Saampjes onderweg. Maar het is dus stervensdruk. En ik had niet verwacht dat RetroCon zo druk zou zijn. Ja, maar... Nou wil het geval dat het dus niet vandaag alleen RetroCon is wat zich in Ahoy af gaat spelen. Nee jongens, dames en heren, nee! Sinterklaas kwam ook nog even langs. Sinterklaas had ook het leuke idee om... Ja goed, ik begrijp het wel. RetroCon. Ik bedoel, ja. RetroCon, old school, Sinterklaas. Ik zie de link wel, op zich. Maar moet dat nou echt vandaag? Nou, waarschijnlijk wilde die beste man ook even zijn inkopen doen. Ja, maar hij gaat geen inkopen doen. Hij gaat zijn feestje vieren hier. Ja, nou, misschien in zijn pauze dat hij denkt, nou, ik mis nog een paar cadeautjes. Oh, dan gaat hij op de RetroCon. Oh, oké, okay, is dat het? Nou ja, dat kan best. Dat kan best. Dat geloof ik. Dat wil ik best wel. Maar dat vandaag moet. Maar toch vandaag. Het is toch... Voorlopig zijn er nog parkeerplekken vrij. We staan te wachten totdat we kunnen parkeren daar. Tot dat we zou... naar binnen gaan. En dan mogen we naar binnen en dan kunnen we de auto kwijt. En dan moeten we ook nog eens dadelijk kijken welke hal we moeten zijn voor de RetroCon. Ik ben echt laaiend benieuwd. We zijn enthousiast, dat zijn we zeker. We gaan zo meteen hopelijk naar binnen. We gaan een plekje voor de auto zoeken en dan... Dus eens kijken wat het gaat zijn. Ik doe mijn raampje open en ik sluit deze eventjes lekker af. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Ziens. Oh, lekker. Oh, met een rietje en zo. Ja. Hallo! Allemaal mensen die weer allemaal mooi verkleed zijn hier zo. Kijk, ik zie toch ook nog Guardians of the Galaxy hoor. Ah, echt alles is hier gewoon aanwezig. Dus we zijn op de RetroCon 2016, eerste keer. En ik heb geen idee wat we nog steeds kunnen verwachten. Ik heb ook echt geen idee. Dus we gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal zien. Ik heb er zin in. Jij ook? Ja, we hebben er gewoon allebei zin in. En let's go, let's find out. Let's go, Dio. RetroCon zat daar op. Bam, jongen. Oh, hoe vond jij het? Hoe vond jij het? Ik vond het leuk. Ja, ik vond het leuk. Je vond het leuk? Ondanks dat er geen bekende mensen waren. Geen bekende mensen? Vond ik het erg. Heb ik me erg geamuseerd. Ja, nou ja, dat vind ik dus eigenlijk ook. Die mening heb ik ook, ja. Dat vind ik echt... Ik vond het echt hoe weinig mensen er ook... Het was goed bezocht. Het was niet stervensdruk. Nee. Met al Comic-Cons en zo, dan is het stervensdruk. Veel meer. Nu was het veel minder. Ja. Maar met evenveel verkoopstandjes. En maar met geen celebrities. Maar het was leuk. Maar het waren ook cosplaywedstrijden waren er. Er zaten hele goede cosplayers tussen. Dus echt, we hebben ons enorm vermaakt. Ja. Ja, we hebben ook natuurlijk dingen gekocht. Zij heeft allemaal Funko-poppetjes gekocht. Dat is echt niet normaal. Echt, hoeveel? Drie Funko-poppetjes. Maar... Ik ook hoor, ik ook. Kijk, ik heb ook een Funko Pop gehaald. Ik heb van de Hateful Eight
Ik weet niet of je hem kan zien. Kijk, daar zijn glinsterende oogjes. Zie je daar zijn glinsterende oogjes zo? Zie je gewoon deze prachtige vent, Major Marquis Warren. Echt. Super tof, super tof. Ja, en ik heb. Ja, goed. Ik ben door de Ghostbusters ben ik even onder handen genomen, natuurlijk. Dat was ook super tof. Maar het tofste, ook iets tof, dat is dat we daar een box hebben gekregen. Box. Box. Dit is. Daar stonden ook de gasten van Loot Chest. Stonden daar. De gasten van Loot Chest. En die gaven dan die boxen zo. Die kon je krijgen daar. Nou, dat hebben we maar. Het is een hele zware. Heb je hem gevoeld? Ja. Hele zware Loot Chest. Ik weet niet wat erin zit, een maar... shirt. Een Star Wars episode dingetje. En dan is dit. Van de Empire Strikes Back is dit. Leuk. En dan zit daar hier een dia van de film in. Kijk, als je dat hier kijkt, kunnen wij zo. Oh! Luke! Yoda! Yoda is het! Is Yoda it is! Yeah! Kijk, dit zit dan daar in een dia ding. Nou, dat vind ik leuk. Vind ik ook wel leuk. Misschien heb jij wel een andere, ik weet het niet. Ja, zij heeft ook zo'n box. Maar geen idee wat erin zit. Het was een special edition. Loot Chest special retrocon editie. Dus dat is echt, die krijg je niet thuis gestuurd, mocht je er lid van zijn. Deze krijg je mooi niet thuis gestuurd. Die krijg je alleen als je daar was. Ja. De Ghostbusters auto. Ook leuk. Kijk, er zit een Ghostbusters auto modelletje in. Geniaal. Ja. Leuk. Ja. Ja, kan je hier je kast zetten of zo. Nee, leuk. Geniaal. Leuk gedaan. Dan hebben we een lolly. Van Chupa Chups. Ja, retro als maar zijn kan. Echt retro. Ja, nou. Snoepjes. Favor Fusers. Flip. Oh, deze zijn volgens mij heel erg zuur. Hou ik wel van. Oh ja, maar ik ook. Maar oh, create. Mix 2 en create een nieuwe smaak. Nou, dat gaan we wel... Lekker, leuk. Oh nee, echt pleur op met je Zelda. Een links glas. Een link. Dit kan je een alleen links... met links drinken. Alleen met links te drinken, links glas. Kijk maar dat logo. Nou heb ik thuis die beker al. Die heb ik met een andere box al een keer gekregen. Links beker, ja. Zelda beker. En nu kreeg ik deze glas. Dit glas hier. Je houdt hem ondersteboven. Ja, maar dat maakt niet uit, links glas. Wat is dit, een gummetje? Is dat Iron Man? En een gummetje met het hoofd van Iron Man. Hier moet je kijken joh, dat is echt... Ik zal hem even weer in het licht doen zo, dan kun je hem beter zien. Dit. Is dat het? En een sleutelhanger van 5 kilo. Met een hartje. Fuck. Met een sleutelhanger. Hartje daar zo, kijk. Zit er ook een. Dus mocht ik het nou verpesten voor de mensen die denken van... Ja, maar ik had die box ook willen hebben. Ja, helaas, daar heb ik het nou al gezegd. Nu staat het op YouTube. Oh, een roaming vapor running problems with paranormal. Who you gonna call? Oh, wat leuk. Dit is gewoon echt een... Dit is gewoon van de Ghostbusters. Het shirt. Oh, leuk. Van de Ghostbusters. Leuk. Hoe houden we van? Who you gonna call? De Ghostbusters. Zo, nou. Hebben we die ook weer gehad. Box leeg. Kortom, RetroCon 2016 was leuk. Leuk, ja. Maar volgende keer, alsjeflieft... Een paar artiesten. Celebrity, gewoon bekende mensen. Gewoon leuk. Ik bedoel, die Back to the Future car, ja, die kennen we nu wel. Die hebben we wel vaak genoeg gezien. De auto van Knight Rider, ja, leuk. Ook vaak genoeg maar gezien. Maar gooi volgende keer gewoon Knight Rider zelf ernaast. Dat is... Gewoon dat je zegt, David Hasselhoff, alsjeblieft. Zit ernaast. Gewoon heb je een stoel, klaar. Alsjeblieft, ga maar zitten. Doe dat. Dus de volgende keer meer artiesten graag. Ja, dus... we vonden het fantastisch, we klagen niet, maar... Nee. Doe het nou gewoon. Het was gezellig. Het was gezellig. Dus tot de volgende keer. Tot een volgend filmpje hier op Erik J. Nou, en zo is het. En ik heb nou doorsprong. Naar huis. We gaan jou naar huis brengen. Ja.